Dames en heren, als je muziek wil gaan maken, dan moet je eerst een muziekinstrument leren bespelen. En daarvoor ga je naar een gekwalificeerde muziekleraar. En gek genoeg is dat een ondernemer. Dat beseft eigenlijk niemand. En vandaag ga ik praten met Nadja Sporen. En Nadja is panfluitiste. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar als je eerst iets over jezelf, je jeugd, over Bokstel en je komst naar Wijchen wil vertellen. Oké. Ik ben Nadja Sporen. Ik ben geboren in Bokstel. En daar ben ik op mijn 14e op de muziekschool begonnen met panfluitlessen. En al snel ontdekt dat daar ook mijn hart lag. Maar daar kon ik helaas qua vervolgopleiding niks mee, want er was geen voltijd opleiding. Dus ben ik in plaats daarvan zelf heel enthousiast verder gegaan met fluiten, maar Engels gaan studeren. Dat heb ik afgerond. En toen ben ik een bijzonder panfluitist tegen het lijf gelopen bij een concert die ook heel veel nieuwe muziek speelde. En die wonder boven wonder als hoofdvakdocent in Amsterdam aan het conservatorium was aangesteld. En toen kon ik dus na mijn Engels alsnog panfluit gaan studeren voltijd aan een echt conservatorium. En daarmee mijn jeugddroom verwezenlijken. En daar ben ik 3 jaar geleden afgestudeerd. En kon ik in de voetsporen van mijn eerste panfluitdocent treden. En mijn eigen leerlingen gaan recruteren en zelf muziekles gaan geven. Ja. En dat uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om me in Wijchen te vestigen. Engels heb ik gestudeerd in Nijmegen. Dus ik ken de regio goed en dat bevalt me hier ook heel erg. Ik vind het een leuke regio. Mijn vriend komt uit Wijchen. En daarom hebben we hier uiteindelijk een huis gekocht. Hebben we hier ons gevestigd. Ja. Ja. Even, hoeveel leerlingen heb je in Wijchen? In Wijchen heb ik nu, even goed nadenken, zo'n 11 leerlingen. 11? Ja. Er zijn niet zo heel veel mensen die panfluit spelen, hè? Nee, zeker niet hier. Het is boven de rivieren veel populairder. Oké. Maar hier heeft het nog wat minder bekendheid. Dus het is ook een beetje een missie die ik heb van wat is de panfluit en zo mooi is het en daarom kun je dat doen. En ja, het is een echt instrument. Dat is ook vaak een vraag die ik krijg. En ik merk dat dat wel weerklank vindt. Ja. 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 Nou ben jij, je geeft muziekles. Je bent dus ondernemer, ZZP'er. Ja. En hoe verhoudt zich dat nou tot het ambacht? Want ik kan me voorstellen dat je in muziek geïnteresseerd bent, maar in de cijfers dus helemaal niet. Of nee, weinig. Dat is iets wat wringt, wat blijft wringen. Je hebt de creativiteit van het musiceren en de zakelijkheid van het bedrijf. Nou ben ik van mezelf behoorlijk georganiseerd. Dus valt me dat niet heel erg zwaar. Ik vind het leuk om het af te kunnen wisselen. Mm-hmm. Maar ja, ik moet inderdaad de administratie bijhouden en de btw-aangiftes doen en de hele reutemeteut die erbij komt kijken als je ZZP'er bent. En daarnaast iedere dag studeren om mijn eigen muziekprogramma's goed te kunnen brengen, lessen voorbereiden, PR, alles komt er gewoon bij. Ja. Ja. Want er zijn nog een paar muziekscholen waar je les geeft? Eén. Eén? Ja. In Opheusden, dat is voor de muziekschool De Plantage in Tiel. Daar heb ik 5 leerlingen. En zelf geef ik dan hier een wiegeles aan huis. En ik heb een leslocatie sinds dit jaar in Rhenen. Dus dat. Ja. En dat zijn wel 2 plaatsen die in de Bijbelbelt liggen, hè? Ja. Rhenen en Opheusden. Ja. En daar had je iets bijzonders over, want dat is iets met panfluit en de Bijbelbelt, de wat strengere hervormde en gereformeerde. Ja. In die cultuur, om maar even zo te noemen, want zo komt het toch altijd op mij over, dat het een andere cultuur is. Ik ben zelf een Brabantse katholiek, dus dat, ja, dan zegt het mensen misschien al genoeg dat het voor mij even schrikken was om met streng gereformeerde leerlingen en studiegenoten in aanraking te komen. Maar voor hun is het not done om bijvoorbeeld drums of elektrische gitaar te spelen, in bandjes te zitten. En wil je dan toch iets bijzonders doen,
dan kom je bij de panfluit uit. Het is en heel warm samen met stem. Dus bij het zingen van psalmen is het een hele goede begeleiding. Het werkt heel mooi met orgel. Het is eigenlijk een miniatuur orgeltje. Dat mag je dadelijk uitleggen, want blaasbal. Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Dus daar is het heel erg populair. Er zijn ook een paar hele goede panfluitisten uit Noord-Nederland in gereformeerde kringen. En ja, heb je een voorbeeldpersoon, dan willen jongeren dat natuurlijk ook navolgen. Ja. Dus daar heb ik een grotere afzetmarkt, om maar zo te zeggen. Ja. Wat is nou de overeenkomst tussen de panfluit en een orgel? De buizen, de pijpjes voornamelijk. Je hebt een enkele gesloten pijp. Je kunt het Even zien aan de hand van een panfluit. Bij deze het makkelijkste te zien, denk ik. De onderkant is dicht. Je hebt maar één gat aan de bovenkant. En net als bij een orgel wordt de lucht bij een orgel van de onderkant, zo, ingeblazen. En gaat er helemaal door met één snijvlak. En voor iedere toon heb je een ander buisje. Met een panfluit blaas je zelf de lucht er van boven in. Dus ik ben dan de blaasbalg. En de lucht snijdt zich op het achtervlak en gaat naar binnen, trilt weer naar buiten. Dat is wat je hoort. En die klank zit heel dicht bij de persoon, heel dicht bij de stem. En dat is wat heel veel mensen er ook in aanspreekt. Dus de bouwtechniek van een panfluit is eigenlijk ook hetzelfde als van een orgel. Dus dat is ook een stukje ambacht. Het is niet een ambacht dat ik beheers, het panfluit bouwen. Dat is net zo ingewikkeld als een orgel bouwen. Maar daar kun je het beste mee vergelijken, inderdaad. Ja. Is het duur, een panfluit? Kun je wat prijzen noemen van de panfluiten die je neemt? Ja, dit is een fabrieksfluitje van hout. Die is lekker goedkoop, €35 ben je klaar. Dit is een handgemaakte bamboefluit uit Nederland. En ik geloof dat je hier zo'n €350 voor kwijt bent. Voor mijn concertfluit, 26 pijpen bamboe uit Roemenië. Dat heeft mij €800 gekost. En een basfluit, ook uit Roemenië, van dezelfde bouwer, Preda. Ik noem het maar eventjes. Hè. Dus, je mag hier alles noemen. Het is commerciële tv. Dus, wat vraagt die tegenwoordig? €1200 geloof ik. Ja. En daar schrikken een hoop mensen van. De panfluit die haal je toch bij de wereldwinkel voor 2 tientjes. Maar dit is handwerk. Ja. En net zozeer handwerk als wanneer je een viool moet kopen. Is een panfluit nou ook afhankelijk van de persoon die erin blaast? Moet je hem stemmen? Ja. Hij wordt gestemd als je hem koopt? Ja, maar de bouwers zijn meestal niet de beste spelers. Ja. Dat kan overlappen, maar meestal niet. Plus, iedereen heeft een andere manier van blazen. Een andere techniek bij de lippen, andere kracht met de lucht. Dus je moet hem ook altijd zelf nog een keer bijstemmen. En dat doe je met bijenwas. Dus de pijpjes zijn van onderen permanent dichtgemaakt met een soort stop. En daarbovenop gaat nog een laagje bijenwas, zodat je kunt variëren hoe hoog of hoe laag het is. Dus hoe meer bijenwas je erin doet, hoe hoger de toon wordt. Ja. En moet je dat nou elke keer als je gaat spelen doen? Want je ziet dat bij violisten. En gelukkig niet. Nee. Nee, ik heb niet als een violist 5 snaren. Ik heb 26 pijpjes. Kun je nagaan als ik dat iedere keer opnieuw zou moeten doen. Dit is vrij constant. Het hangt voornamelijk af van de temperatuur, de omgevingstemperatuur. Ja, ja. En gelukkig kan ik een hoop doen met intonatie qua met mijn lippen en de houding van de panfluit. Ja. Om het bij te stemmen. Ja, maar hij is dus, en zo nu en dan moet je hem toch stemmen. Zo nu en dan wel. Dus dan zit jij te knutselen met bijenwas in de keuken. Ja, en stokjes en een soort van houten schroevendraaiers dus om het er weer uit te halen. En voor leerlingen ook. En dat hoort erbij. Ja. 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 Kun je er nu van leven? Nog niet. Nee, daar moet ik inderdaad heel eerlijk in zijn. Het is zo'n niche, zo'n kleine markt eigenlijk, dat het echt moet groeien. Aan de andere kant, alles wat met muziekpraktijken te maken heeft, heeft zo'n 3 jaar nodig om zich te kunnen vestigen en rendabel te worden. En ik zit nu midden in het tweede schooljaar. Ja. Dus wat dat betreft loopt alles volgens plan. Loopt alles volgens plan. Dat is heel mooi. Ja,
ja, zeker. Ja. Nou, is er zelfs een belangenbehartigingsvereniging? Ja. Heb je een idee hoeveel mensen in Nederland panfluit spelen? Hoeveel er panfluit spelen, zeker. Ja, dat zullen er zeker een paar duizend zijn. Ja. De panfluitvereniging heeft, ik heb het even nagevraagd bij ze, nu rond de 100 leden. En dat zijn dan voornamelijk docenten of heel erg enthousiaste amateurs. Ja. Die dan vaak naar concerten of samenspeeldagen komen, lezingen, die dan georganiseerd worden. Ja. Ja. En word jij wel eens door een concertgebouworkest of door een symfonieorkest gevraagd om bij een stuk uitvoering te doen? Nee, want symfonieorkesten spelen voornamelijk werken die ook echt geschreven zijn voor zo'n orkest. En in die bezetting zit geen panfluit. Okay. Wat typisch nu, wat typisch voor de panfluit is, is folklore. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. Dus Roemeense volksmuziek, Balkan, daar zit het in kleinere ensembles. Die dan vaak feesten en bijzondere gebeurtenissen, bruiloften, maar ook begrafenissen of in restaurants spelen. En dat is dan naar Nederland gekomen, mede door Ceausescu. Die maakten het de muzici nogal moeilijk. Dus die zijn vaak gevlucht, de eerste kans die ze kregen. En in West-Europa hartelijk ontvangen. En daar heeft het zich hier vermengd met de nieuwe muziekcultuur. Dus ik speel nu heel veel in kleine ensembles waar jonge componisten nieuwe muziek voor schrijven. Dus het zijn kleine bezettingen, nieuwe klanken en een soort, ja, eigenlijk een soort verkenning van wat er allemaal mogelijk is. Er komen ook heel veel nieuwe technieken dan naar boven. Ja, dat vind ik heel spannend. Ja. Jij hebt ontdekt dat de panfluit samen met de gitaar een hele mooie combinatie is. Ik heb daar een klein uitvoeringje van gehoord. Dat was hartstikke mooie muziek. Leuk. Leuk om naar te luisteren. Leuk op een feestje zo. Ja. Doe je meer met Roel of met anderen dat je ergens optreedt? Ja, ik heb met Roel inderdaad een duo gitaar-panfluit. We spelen veel licht klassieke muziek. Ik heb ook een panfluit trio, Flûte d'enfant, met twee meiden die ik ken van het conservatorium, studiegenootjes van mij. Wij spelen vooral hedendaagse en klassieke muziek met drie panfluiten. En ik heb een duo, duo NASA, met een blokfluitiste. Dus ja, en zo heb ik her en der concertjes. Ja. Zo om de zoveel tijd. Ja. Ja. En zijn dat betaalde concertjes? Of? Over het algemeen wel. Over het algemeen wel. Ja. Nou, dat is mooi. Even naar de blokfluit, want daar had je het net over. Ik vond het zo bijzonder dat de blokfluit dus eigenlijk ook een instrument is dat op het orgel, en dat is natuurlijk logisch, want je blaast de lucht in en door de pijp meer en minder open te maken, krijg je andere tonen. Maar de combinatie wist ik dus helemaal niet, want dat zei jij. Ja, ja. Nou ja, die combinatie is vooral ontstaan vanwege weer de studie. Ik was op een bepaald moment de enige hoofdvakstudent panfluit. Ik zat met een instrument wat een redelijk slecht imago heeft in klassieke kringen, om even zo te zeggen. Weinig begrip voor wat het inhoudt. En de blokfluit heeft daar ook eigenlijk al een jaar of 50 last van. En die wisten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus hebben ze gezegd, ga jij maar lekker met je algemene lessen bij de blokfluitafdeling zitten en daar samenwerken. En dan kunnen ze hier leren hoe je dingen aan kunt pakken om zo'n instrument op de kaart te zetten. En ik had het geluk dat het een ontzettend goede afdeling is. En daar heb ik heel veel van mijn inmiddels beste vrienden leren kennen. En je gaat op eenzelfde manier luisteren natuurlijk. Stijlen delen. En daar ben ik Sarah tegengekomen. En daarom zijn we samen gaan werken. Je kent elkaars instrument omdat je samen lessen hebt gevolgd. En samen dingen hebt moeten ontdekken. Voer jou ook stukken uit met blokfluiten? Ja. Ja, maar blokfluit heeft een heel raar imago voor de lagere school en dan houdt het zo ongeveer op, hè? Ja, en geitenwolle sokken en dan is het klaar. Het is zo mooi, het kan zo prachtig zijn. Het kan ook verschrikkelijk zijn, maar ja, dat kan panfluit ook als je er slecht op speelt. En dat is viool ook als je het niet goed stemt. Maar als het goed wordt bespeeld, is het een van de mooiste instrumenten die ik ken. Ja, dus ik ben heel blij dat ik daar dat duo heb kunnen vormen. En je hebt hier ook al op de markt opgetreden. Ja.
met Roel, met de gitaar. Ja, bij het Muzikantenfestival inderdaad. Je woont hier nou bijna 3 jaar. Wat vind je van Wiesje? Ja, leuk. Je hebt het hier naar je zin. Ja, ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik kan hier goed aarden. Het is een betrokken dorp. En groot genoeg om niet de hele tijd op je vingers gekeken te worden, maar wel, men helpt elkaar. Als er een keer iets moet gebeuren, is de besluitvorming niet eeuwig en dan wordt er gewoon wat gedaan. Er mogen pop-up stores komen in leegstaande panden. Ik heb nou net over het ondernemerschala gelezen in De Wegwijs. Dat wordt opgepakt door de ondernemers als de gemeente zich terug moet trekken. Dat soort dingen. En dat, dat vind ik mooi. Betrokkenheid. Ja, de betrokkenheid. Ja. Dat is absoluut, dat is ook zo. Ja. Maar ik vind het wel leuk om van een nieuwkomer in Wiesje dat te horen. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Je zou nog een stukje voor ons gaan spelen. Zou je dat willen doen? Nou, zeker. Dat zegt toch meer dan... Dat zegt meer dan alles wat je verteld hebt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En ga je nou op je concertfluit spelen? Ja. En wat is dit dan voor fluit? Het is een basfluit en die klinkt wat heeser. Ik wil nou juist een hele mooie, heldere toon voor een mooie Romeinse melodie. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Prachtig. Ik wilde vragen, zou je even op de basfluit een heel klein stukje willen spelen om het verschil te laten horen? Want dat vind ik wel heel leuk. Heesere klank, ja. En wat donkerder muziek. En heel voor sommige stukken is dat precies wat je nodig hebt. En dan kan ik wisselen. Ja, leuk. Ja. Dankjewel voor je komst naar Café Anneke. Dankjewel. Heel bijzonder dat muzici, docenten, muzikers, muzika, wat moet ik zeggen, dat die ondernemer zijn. En daarom heb jij hier je plek gekregen. En het is leuk voor ons dat we eens een keer wat anders hebben, muziek. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan.